Onverwachts. Geschreven door The Short Stories. Eindelijk, we zijn er! Mirjam opent de schuifdeuren en de geur van Zoute Zee komt haar tegemoet. De zonnestralen prikkelen op haar wangen. Ze loopt terug het appartement in en ziet dat Mike al druk bezig is met omkleden. Kom, schiet op! Ik wil zwemmen, zegt Mike enthousiast. Oh ja, ik kan niet wachten om een duik in het koele water te nemen, zegt Mirjam. En ze opent gelijk haar koffer. Ze heeft met het inpakken goed nagedacht en alle zwemspullen bovenop gelegd, zodat ze snel zouden kunnen gaan. De eerste beste bikini trekt ze uit haar koffer. Wit met bloemetjes, in verschillende zomerse kleurtjes. Die had ze beter later in de vakantie kunnen aantrekken, wanneer ze iets bruiner is. Maar voor nu is het ook prima. Kom je nog, hoort ze Mike vanuit de gang zeggen. Mirjam gist nog snel haar tasje en twee badlakens uit de koffer en loopt achter Mike aan richting het zwembad. Achter elkaar aan lopen ze de trap af en langzaam komen ze aan bij het grote zwembad. Met zonnebedjes en parasolen aan alle zijden. Een leuke bar met lampjes en er klinkt lounge muziek uit de boxen. De zonnebedjes zien er comfortabel uit, met grote, dikke kussens waar je op kan liggen. Terwijl Mirjam nog vol bewondering om zich heen kijkt, heeft Mike al twee bedjes geclaimd aan de rechterkant van het zwembad. Dicht bij de bar en in de perfecte stand van de zon. Top! Wil je wat drinken? vraagt Mike. Terwijl Mirjam zich installeert op haar bedje. Ja, lekker, doe maar een cola-zero. Terwijl Mike de drankjes haalt, is Mirjam al druk bezig met insmeren. Ze wordt snel bruin, maar helaas niet zonder te verbranden. Zo, zo, factor 50, klinkt het ineens naast haar. Een jongen met donkerblond haar en een tatoeage op zijn arm die doorloopt naar zijn schouder, kijkt haar lachend aan. <laughs> ja, ik verbrand levend hier. Antwoordt ze. Ja, het gaat hard hoor. Vooral omdat je hier op een eiland zit. Het waait een beetje en dan heb je het echt niet door. Ja, dat zal best. Hoe lang zijn jullie hier al? De jongen wijst naar zijn vriendin, die op een luchtbedje in het water dobbert. Ik ben hier met mijn vriendin, Jules. We zijn hier nu vijf dagen en blijven er nog zes. En jullie? Lekker zeg! Wij zijn net aangekomen en blijven acht dagen. Ondertussen is Jules het zwembad uitkomen lopen en komt bij ons zitten. Ze schudt haar hand en stelt zich voor, en ook Mirjam stelt zich voor. Hoi, ik ben Mirjam. En dat is mijn vriend Mike. Ze wijst naar de bar. Ook de jongen geeft haar nu een hand. Ja, mijn naam weet je ook nog helemaal niet. Aangenaam, ik ben Stefan. Hebben jullie nog leuke tips of iets wat we echt moeten doen? Leuk etentje voor vanavond? Vraagt Mirjam aan het stel. Ja, zegt Jiel enthousiast. Hier op loopafstand heb je hele leuke tavernes zitten, met echt heerlijke lokale gerechten. En als je iets meer reuring zoekt, zou ik lekker naar de stad gaan. Het is hier allemaal wat rustiger, maar daar houden wij van, hè, schat? zegt ze, terwijl ze de hand van Stefan vastpakt. Dat is leuk, dat gaan we eens opzoeken vanavond. Ook Mike komt terug bij de bedjes. Zo, je hebt al vrienden gemaakt, zie ik, zegt hij lachend. En hij geeft het stel een hand. Leuk jullie te ontmoeten. Wij gaan omkleden, want we gaan zo naar de stad. We zien jullie wel weer, zegt Stefan. En de twee lopen richting de appartementen. Leuk stel, zegt Mike, wanneer hij plaatsneemt naast Mirjam en geniet van zijn eerste cocktail aan het zwembad. Ja, super aardig. En ze zeiden dat hier leuke tavernes zijn om te eten vanavond. Gezellig, schat, gaan we doen, antwoordt Mike. De dag vliegt om. Een paar drankjes, spelletjes en zonuren later staan ze omgekleed, gedoucht en fris klaar om te wandelen naar een van de tavernes in de buurt. Hand in hand lopen ze aan de linkerkant van de straat richting de eettentjes. De weg en de omgeving ziet er wat verlaten uit. Hier en daar hoor je een hond blaffen, maar echt huizen zie je hier niet. Het resort ligt op een afgelegen plekje op het eiland Kos, een van de eilanden van Griekenland. Na vijf minuten lopen begint Mike toch te twijfelen: Lopen we wel goed? Ja, als het goed is wel. Links en alsmaar rechtdoor, zei Jules. We lopen nog even verder en anders kijk ik zo wel even op mijn telefoon, antwoordt Mirjam. En net wanneer ze denkt dat er niks gaat komen, komt er een heerlijke geur hun kant op. Hoe dichter bij ze komen, hoe harder het geluid van gezelligheid hun oren binnendringt. Ze lopen door een moestuin vol verse kruiden, vruchten en groenten. En daarachter ligt het restaurant. Gezellig en knus. Echt Grieks, blauwe stoeltjes met bijpassende tafels met leuke kleedjes. Na een heerlijke maaltijd loopt het stel weer terug naar het resort. Wow, ik zit echt zo vol, zegt Mike, terwijl hij over zijn buik wrijft. Ook Mirjam heeft genoeg gegeten voor de komende uren. Eenmaal terug op de kamer zijn ze zo moe van hun eerste dag op kos, dat ze besluiten meteen het bed in te kruipen. Zullen we morgenavond naar de stad gaan? vraagt Mirjam terwijl ze de hotspots opzoekt op haar telefoon. Mike reageert niet. Joehoe! Oh, sorry, ik was even in gedachten, reageert Mike. Zullen we morgenavond in de stad gaan eten? Ja, leuk, gaan we doen, antwoordt Mike. En hij geeft haar een kus op haar voorhoofd. Slaap lekker, schat. Droom maar over deze topvakantie. En hij draait zich op zijn zij. Ook Mirjam valt snel in een diepe slaap. Mirjam wordt wakker van stemmen op de gang. Ze opent haar ogen en schrikt wanneer ze ziet dat het bed naast haar leeg is. Mike? roept ze. Geen antwoord. Haar hart bonkt in haar keel. Waar kan hij zijn? Ze loopt naar het balkon. Misschien is hij bij het zwembad, dan zou ze hem zo kunnen zien. Ze tuurt in het rond, maar ziet hem niet. Ze loopt weer naar binnen en haar oog valt op een brief op tafel. Meerjam staat erop, in sierlijke letters. Ze opent de brief en de ergste scenario's schieten door haar hoofd. Lieve Meer, kleed je mooi aan en kom naar het ontbijtplekje. Het tafeltje aan zee die we gisteren hebben gespot. Ik heb een verrassing. Love you, XM. Opluchting schiet door haar lijf. Jemig, wat laat hij haar schrikken zeg? Ze doet wat er in de brief staat en trekt een mooi jurkje aan waar haar figuur goed in uitkomt. Steekt haar haren op en gaat voor een licht make-up lookje. Ook doet ze een paar ringen en haar favoriete kettingje om. Eenmaal klaar loopt ze richting de ontbijtplek in het resort. Gisteren hadden ze een prachtig tafeltje gespot, direct aan zee. Zou hij die voor hun hebben gereserveerd? Vol verwachting loopt ze er naartoe. Ze hoort romantische muziek en daar staat Mike, netjes gekleed. Ze ziet kaarsen en rozenblaadjes en een prachtig gedekte ontbijttafel met champagne. Vers fruit en heerlijke broodjes uitkijkend op de prachtige zee. Wat is dit? Lacht Mirjam terwijl ze dichterbij komt. Mensen kijken, zist ze giechelend. Mike pakt haar hand en kijkt haar aan. Dan gaat hij op één knie en Mirjam weet niet wat daarover overkomt. Lieve Mir, wil je met me trouwen? Hij haalt een prachtige ring tevoorschijn uit zijn zak. En alle ogen van de mensen op het terras zijn op hun gericht. Ja, tuurlijk, je bent gek, antwoordt Mirjam. Een groot gejuich en geklap vult het hele terras. En ook de obers klappen en juichen en komen aanlopen met nog meer champagne. Mike haalt de ring uit het doosje en schuift het om de vinger van Mirjam. Staat je prachtig, schat, zegt hij. En nu, lekker ontbijten. Meer korte Nederlandse verhalen horen? Abonneer je op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en luisteren.